Dit is de Bergstraat in Wijk en Aalburg. Een klein en rustig dorp waar je geen overval zou verwachten. En al helemaal niet op de plaatselijke schoenenzaak. Nu weet ik dus hoe het voelt om je keel dichtgeknepen te worden. En die zomer een beetje ook, want op een gegeven moment, je hebt geen adem. Ik ben op mijn tenen gaan staan om meer lucht te krijgen. Ik heb mijn tong uit mijn mond gedaan om meer lucht te krijgen. En toen dacht ik, meer kan ik niet doen. Ik moet nou mijn lade open doen, anders ga ik dood. Het is donderdagochtend 16 april, iets na tienen. Ook al is de Bergstraat in Wijk en Aalburg een doorgaande weg, echt druk is het niet vaak. Aan deze weg is ook een lokale schoenenzaak gevestigd. In de winkel zijn op dat moment geen klanten. De eigenaresse maakt van de gelegenheid gebruik om even wat spulletjes op te ruimen. Ik was achterin het magazijn aan spullen aan het opruimen, want ik had daarvoor klanten gekregen en ik hoorde bel gaan. En ik dacht, nou, klant. Dus ik loop naar de toonbank en ik zie daar inderdaad een klant staan. Goedemorgen, kan ik je ergens melden? Ik wil veters, bruine. Heb je hoge of lage schoenen? Verlagen. Dus ik pak veters en mee dat ik mij om wil draaien, pakt hij me één keer vast en toen vroeg hij om mijn geld. Help! Nee, help! Ik heb geen geld! En mijn geld! Ik heb geen geld! En mijn geld! Nee! Geld wil ik! En mijn geld, sorry! Ik heb geen geld! Toen werd ik helemaal raar in mijn hoofd, licht. Mijn benen die werden raar, ik dacht wat gebeurt er nou? Dus ik dacht ik moet de lade open doen, dus ik heb mijn lade open gedaan. En meer weet ik niet. Met wat wisselgeld uit de kassa gaan de twee er weer vandoor. De vrouw laten ze bewusteloos achter de kassa liggen. Ik dacht zelf dat ik met gevallen was in 10 seconden of zo bewusteloos had gelegen. Maar achteraf, na onderzoek, is dat veel langer. En wat gaat er door je heen? Van, nee, dat kan niet. Droom ik nou? Ja, ik wil dat ik droom. Maar dan voel ik mijn gezicht en mijn ogen en dan denk ik, nee, ik heb niet gedroomd. Nu zijn wij aan de beurt. Naast de angst heeft de vrouw nog steeds moeite met slikken. Zo hard is haar keel door de dader dichtgeknepen. Met een klein geldbedrag uit de kassalade gingen ze er weer vandoor. Op die donderdagochtend 16 april. Ze liepen zo de winkel uit. Maar van degene die haar keel dichtkneep, hebben we een compositietekening kunnen maken. En dit is hem. Het is een lichtgetinte man van zo'n 25, 30 jaar. Hij heeft een sportief postuur met brede schouders. Zijn gezicht is ovaal en wat erin opviel waren zijn grote witte gave tanden met wat overbeet. Verder heeft hij gemillimeterd opgeschoren donker haar en wallen onder zijn ogen. Hij sprak slecht Nederlands en het meest opvallende is misschien nog wel zijn oorbel in zijn linkeroor. Een soort rondje of staafje. Als u nu al een vermoeden heeft wie dit zou kunnen zijn, wacht dan niet, maar bel nu meteen 0800 60 70. De andere dader bleef vooral bij de deur staan en zei eigenlijk niets. En ook hij is licht getint, een jaar of 25, had kort opgeschoren haar. En hij is iets langer dan de andere dader, zo'n 1,90 meter. En hij droeg een blauw-witte tas, een soort shoppermodel, mogelijk van de Aldi. De daders zijn waarschijnlijk via de Bergstraat de Begoniastraat ingegaan. En vanuit daar verder via de Berenhoekse straat. Hoe en waarmee precies, dat is nog de vraag. Heeft u ze ergens nog gezien? Misschien zijn ze in een auto gestapt? In een dorp als Wijk en Aalburg vallen soms de kleinste dingen op. Mensen die hier niet thuis horen of onbekende auto's. Dus als u nu eens goed nadenkt over die donderdagochtend 16 april, voor of na de overval, zo tussen 9:30 en 10:30, is u toen iets bijzonders opgevallen? En ook al denkt u dat het niet belangrijk is, geef het toch even door. Kijk ook nog eens naar de compositietekening van de man die de keel van de vrouw zo hard dichtkneep dat ze flauw viel. Help mee de daders van deze overval op de schoenenzaak in Wijk en Aalburg te vinden. Reageren kan via de tiplijn 0800 60 70. Maar ook zonder uw naam te zeggen kunt u iets doorgeven, bel dan M op 0800 7000. En ook zitten er mensen van het team Nationale Criminele Inlichtingen klaar op 079 345 8999.